Leuk dat je luistert of kijkt naar het tweede deel van Hoe word ik agent? Deze speciale aflevering van Boeiend, de podcast. In de vorige aflevering zijn we geëindigd bij het psychologisch onderzoek en zometeen duiken we weer terug in het gesprek met Elvira, de recruiter. Maar voordat we dat gaan doen, hou er wel rekening mee dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat tegen de tijd dat jij naar deze podcast luistert, er inmiddels het een en ander is veranderd. Of dat er voor de eenheid waarin jij solliciteert net even de dingen anders gaan. Dus hou altijd www.com bij de politie in de gaten wanneer jij besluit te solliciteren. Heel veel plezier met het kijken of luisteren naar deze speciale aflevering van Boeiend. En we duiken meteen terug in het gesprek met Elvira. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan. Rapporten is binnen, verificatietest is binnen. Nou, daar zijn wij natuurlijk helemaal blij, want dan ga je door naar het psychologische onderzoek. Ja. Ja. Hoe ziet die dag eruit? Nou, je wordt ingepland op eigenlijk de dag van de selectiedag, de sporttest, krijg je gelijk een datum voor het psychologische onderzoek. En het psychologische onderzoek bestaat uit twee onderdelen. En dat is een gesprek met de psycholoog en het rollenspel. Nou, dat is, en daar in het rollenspel heb je een acteur en een assessor, dus iemand die beoordeelt. En dat duurt best wel lang, want je hebt een gesprek met een psycholoog en het rollenspel, dat is eigenlijk allemaal achter elkaar. En dan moet je echt laten zien wie jij bent. Nou, en wat ook nog één goede tip is, dat is op onze website, komt u weer, www.kombijdepolitie.nl. Daar kun je ter voorbereiding ook een heel tof filmpje zien vanuit de psycholoog, hoe je je kunt voorbereiden. Het voelt bijna alsof we reclame aan het maken zijn. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Het is ook zo, want het is ook heel leuk. En het is gewoon een mooie voorbereiding. En zeker eigenlijk voor alle selectieonderdelen zijn deze filmpjes te vinden op onze website. Ja. Dus lekker doen. Maar jullie zijn echt hard aan het werk ook. Echt om mensen echt actief te bereiken. En met video's en podcasts en allemaal dingen om maar al die mensen naar binnen te hengelen, toch? Precies. Ja, het is een beetje de tijd van tegenwoordig dat we echt wel personeelstekorten hebben en we gewoon heel hard op zoek zijn naar goede mensen. En daarnaast zijn wij als politieagenten en alle medewerkers binnen de politie allemaal ambassadeurs voor de politie. Maar zo heeft iedere eenheid en basisteam ook zijn eigen ambassadeurs die echt zich inzetten voor de werving. Dus die samenwerking met elkaar is echt ontzettend tof. Ik wil je daar toch nog wel ook wat over vragen. Want voordat we naar de psycholoog gaan om te horen wat zij erover te zeggen heeft. Want er is best natuurlijk wel veel te doen over dat hele over diversiteit. En ook over het aantrekken van divers talent. Is het nou zo dat we nu eigenlijk alleen maar op zoek zijn naar mensen met andere etnische roots? Of dat je eigenlijk nadeel hebt als je een witte heteroseksuele man bent. Hoe gaat het nu in zijn werk? Nou, allereerst, iedereen is welkom bij de politie. Dat is echt het belangrijkste wat ik hierover wil zeggen. Daarnaast zijn we natuurlijk wel echt gefocust op de diverse doelgroepen. Uiteindelijk wil je binnen de politie gewoon echt een goede afspiegeling zijn van de samenleving. En dat kun je alleen maar doen door eigenlijk de samenleving naar binnen te halen. En ook te laten zien van, hey, wij zijn, je kunt ons herkennen. Je kunt jezelf herkennen binnen de politie. Dus iedereen is echt welkom. Dus ook als je een beetje streetwise bent en in buurthuizen hing. Dan absoluut. Ja, juist mooi. Ja, want dan heb je gewoon een hele mooie ervaring ook. Ook met de diverse doelgroepen. En wij zijn natuurlijk ook altijd in het intakegesprek heel erg benieuwd wat jouw ervaringen zijn. En ook met andere culturen. Wat heb je daar in meegemaakt? Dat is ook een hele mooie toevoeging daarin. Zullen wij eens gaan kijken wat de psycholoog erover te vertellen heeft? Ja, ik ben heel benieuwd. We zijn op de politieacademie in Apeldoorn. Ja. En ik zit tegenover Jamie, de selectiepsycholoog. Ja. Kan jij ons eens wat vertellen over het werk wat je doet? Zeker, ja. De selectiepsycholoog die doet eigenlijk de psychologische keuring, psychologische onderzoeken voor mensen die solliciteren bij de politie. Dus als je politieagent wil worden, dan moet je allerlei stapjes door. En één daarvan, een hele belangrijke, is het psychologisch onderzoek. En dat doen wij. Ga jij mensen nou helemaal doorzagen en is het een beetje een angstig traject waar ze met jou instappen? Of valt het allemaal wel mee? Dat valt allemaal echt heel erg mee. Het is voor mij natuurlijk makkelijk praten. Doorzagen doen we wel, maar we doen het niet heel op een hele enge manier. We proberen dat zo prettig mogelijk te maken voor de kandidaat. Het is voor ons ook zo leuk. Anders is het voor ons ook niet leuk. Er zijn verschillende locaties waar dit onderdeel van de selectieprocedure plaatsvindt. We zijn nu in het prachtige gebouw hier in Apeldoorn. Kan je ons dus meenemen in hoe dat in zijn werk gaat? Je komt hier als kandidaat en dan?
Zeker. Je komt hier, je wordt rustig welkom geheten, je krijgt een kopje koffie. En vervolgens bespreken zij met jou de planning van de dag. Waarbij je dus ofwel eerst het psychologisch interview krijgt met de psycholoog en daarna het rollenspel of andersom. Oké, dus dat kan. Het maakt niet zozeer uit waar je mee begint. Nee. Okay. Die volgorde kan verschillen. Laten we het eens hebben over het gesprek met de psycholoog. Ja. Want we gaan straks ook even met een rollenspeler in gesprek. Jij bent de psycholoog. Ja. Hoe gaat het gesprek een beetje in zijn werk? Hoe ziet dat eruit? Nou, eerst gaat de psycholoog rustig aan de kandidaat vertellen wat hij of zij kan verwachten. Die vertelt over het verloop van het interview, hoe lang het duurt. En vervolgens mag de kandidaat aan het woord. Dus we zullen onder andere ingaan op hoe het leven er nu uitziet van de kandidaat. Hoe zijn sociale leven eruit ziet, wat voor werk of school hij of zij doet. Maar ook wat dieper, dus wat zijn goede eigenschappen, wat zijn minder goede eigenschappen. Hoe is je jeugd geweest? Wat zijn misschien heftige dingen die je hebt meegemaakt? Allemaal dat soort zaken passeren in de revue. Om de kandidaat dus zo goed mogelijk te leren kennen. Wat is voor jou belangrijk daarbij? Wat is belangrijk? Het bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende stukjes informatie die we willen weten. Het belangrijkste is gewoon dat de kandidaat echt zichzelf laat zien zoals hij is. Dus echt zichzelf is en eerlijk vertelt. Maar wat nou als je met jou in gesprek gaat en je hebt zoiets van, ja, ik vind bepaalde dingen van het politiewerk misschien wel hartstikke eng. Yeah. Ik weet het niet zo goed hoe ik omga met een thema als de dood of hele heftige emoties. Ja. Yeah. Maar ik durf dat eigenlijk niet zo goed tegen jou te vertellen. Want voor hetzelfde geld stuur mij de laan uit. Oh zo, ja. Is dat, wat kan je daar voor tips over geven? Ja, goede vraag. Ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je als kandidaat daar zelf van tevoren al goed over nadenkt. Hè? Wat zijn dingen die ik spannend vind en waarom vind ik dat dan spannend? En wat doe ik dan als ik iets spannend vind? En ik zou daar vervolgens zelf ook gewoon echt eerlijk zeggen tegen de psycholoog. En die zal daarop doorvragen, die zal erover met jou in gesprek gaan. Kijk, we zijn allemaal mensen. Iedereen vindt wel iets spannend. Dus dat snapt de psycholoog ook. Het belangrijkste is gewoon, wat doet die spanning met jou? Hoe ga je ermee om? En de psycholoog die probeert dan dat hele beeld helder te krijgen. Dit onderdeel van het selectieproces wordt door heel veel kandidaten gezien als het meest spannende, meest kwetsbare ook. Ja. En ook het moeilijkste om je op voor te bereiden. Ja. Zijn er dingen die je kan doen ter voorbereiding op dit gesprek? Ja, er zijn zeker wel wat dingetjes die je kunt doen. Je kan bijvoorbeeld, en zoals ik net al zei, al best wel nadenken over jezelf. Denk daarbij aan, wat zijn nou goede eigenschappen? Waar ben ik goed in? Maar ook, waar ben ik wat minder goed in? Waar zou ik mezelf nog in willen ontwikkelen? Zodat je dat ook aan de psycholoog goed kan uitleggen. En daarnaast ook, hoe heeft mijn leven er tot nu toe uitgezien? Wat zijn hoogtepunten geweest? Wat zijn dingen die moeilijk zijn geweest voor mij? En wat deed ik toen precies? Wat heeft het met mij gedaan? Dat soort dingen kan je van tevoren alvast bedenken. En wat voor eigenschappen hoop je dan naar voren te zien komen in een kandidaat? Wat zijn nou dingen waarvan jij zegt van, hey, dit is goed dat je dat hebt. Dat heb je nodig voor het werk. Ja, ik denk dat dat wel dingen zijn waarvan de meeste mensen al weten. Hè? Wat je als agent een beetje in huis moet hebben. Eigenlijk is het een heel breed pakket. Denk daarbij aan sociale vaardigheden. Dat is natuurlijk iets heel belangrijks. Maar je moet ook goed tegen stressvolle gebeurtenissen kunnen. Je moet er op een goede manier mee omgaan. Wat vooral belangrijk is om te weten, dat we hebben geen perfect plaatje van een agent klaar liggen. Dus iedereen heeft zijn eigen krachten en zijn eigen valkuilen, zeg maar. En dat is ook goed in een team, vult dat elkaar juist aan. Dus we hebben niet, als je het zo doet, dan ben jij perfect. Nee, we kijken gewoon, de een is wat beter bijvoorbeeld in het contact en de ander is misschien wat beter in het snel problemen oplossen. Maar alles moet je wel een beetje over de gehele linie natuurlijk kunnen. Maar zo kijken we een beetje per persoon. Wat zijn nou dingen dat als een kandidaat dat doet of laat zien, dat jij denkt, oh, dat is zonde, dat moet je niet doen? Ik denk dat je gewoon, wat ik net ook al zei, gewoon belangrijk is dat je eerlijk bent en dat je dicht bij jezelf blijft. Dus ga vooral niet dingen verzinnen, omdat je denkt dat dat is wat de psycholoog wil horen. Dus blijf gewoon echt goed bij jezelf. Dan vervolgens, en dan heeft dat gesprek plaatsgevonden. Dan hoop je dat je het beste van jezelf hebt kunnen laten zien. Of in ieder geval jezelf op een goede manier hebt kunnen laten zien. Ja. Wat gebeurt er daarna? De psycholoog die gaat na het interview, die gaat alle informatie rustig op een rijtje zetten. En vervolgens
krijgt de psycholoog daarna de andere resultaten, hè, van de andere onderdelen. Dus denk aan een psychologische, de persoonlijkheidsvragenlijst bedoel ik, van het rollenspel. En die gaat daar een hele zorgvuldige afweging maken. Van oké, ik heb nu dit gezien op de persoonlijkheidsvragenlijsten. Ik heb dit gezien in het rollenspel. En dit heb ik gehoord in het interview. Wat betekent dat dan voor de competenties die we meten eigenlijk? Ja. En welke eindoordelen zijn daarin mogelijk? Is dat alleen geschikt of ongeschikt? Of zit daar nog iets anders tussen? Nee, je krijgt eigenlijk een rapport met een heel duidelijk geschikt of ongeschikt inderdaad. En er zit wel een korte onderbouwing bij. Maar het is niet van je bent ongeschikt maar. Nee, het is altijd wel of niet. Ja. Ja. En als je niet geschikt bent op dat moment, dan mag je het na een jaar dus weer een keer proberen. Even terugkomend op die vragenlijsten. Een persoonlijkheidsvragenlijst, maar ook een soort ingrijpende gebeurtenissenvragenlijst. Je moet daar heel veel van jezelf over vertellen. Ja. Maakt het een het nou beter dan het ander? Is iemand die heel veel heeft meegemaakt dan per definitie al meer geschikt voor het politiewerk dan iemand die misschien heel weinig heeft meegemaakt? Heeft dat invloed erop? Nee, zeker niet. Nee. Die ingrijpende gebeurtenissenlijst is dus niet, gaat niet zozeer om hoeveel je hebt meegemaakt, maar het geeft de psycholoog gewoon vooraf een indicatie van wat je hebt meegemaakt. En dat is aanleiding voor de psycholoog om daarop door te vragen. Dus om te kijken van oké, jij hebt dit meegemaakt. Wat heeft dat met jou gedaan en hoe heeft het jou gevormd in je leven? Dat geeft gewoon net iets meer ingang tot een gesprek in het interview. De term psycholoog heeft natuurlijk al soms een beetje een lading. Dat het allemaal heel zwaarwegend, bijna een beetje spannend zou moeten zijn. Ja. Maar hoe wij nu met elkaar spreken lijkt je me eigenlijk best heel vriendelijk. Ja, vind ik zelf eigenlijk ook wel. Ja, gelukkig. Ja. Maar wat kan men zich verwachten van het gesprek en de toon waarop het gesprek verloopt? Ja, kijk, we zijn allemaal gewoon, we zijn psycholoog, maar we houden ook heel erg van gesprekken met mensen. Dus we willen dat op een zo fijn mogelijke manier met de kandidaat doen. Dat is voor ons leuk, maar voor de kandidaat ook. En dan gaan we echt soms wel goed doorvragen, maar we zullen dat nooit op een vervelende manier doen. Dat is altijd een interactie tussen de kandidaat en de psycholoog. Dus we zijn geen enge mensen, echt niet. Dan heeft het gesprek met de psycholoog plaatsgevonden en dan is het daarna tijd voor het rollenspel. Ja. Ga jij dan mee? Kijk je dan ook mee? Of? Nee, we kijken niet mee. Bij het rollenspel is dus een acteur, maar ook een assessor, zo noemen we dat. Dat is eigenlijk de observator die aantekeningen maakt. Die haalt de kandidaat ook op en die vertelt wat de kandidaat kan verwachten. En die geeft hem de casus, zo noemen we dat, dus de instructie eigenlijk. En die gaat vervolgens op een afstandje in dezelfde ruimte kijken naar hoe de kandidaat het doet en hoe die reageert op de acteur. En als het rollenspel geweest is, schrijft zowel de assessor als de rollenspeler een kort verslag. Dat gaat dan naar de psycholoog. Nou, dan gaan we met de rollenspeler in gesprek. Ja, leuk. Nou, ik ben Jetske Monsma en ik werk al 22 jaar als selectieadviseur hier op de Academie in Apeldoorn. En dat betekent dat ik me voornamelijk bezighoud met het afnemen van rollenspellen. Zowel als beoordelaar, maar ook als actrice. In de hoop daarmee een beeld te krijgen van hoe mensen in elkaar zitten. En daar vervolgens een beoordeling over te maken. Het gesprek met de psycholoog en het rollenspel wordt door heel veel kandidaten gezien als heel erg spannend en ook moeilijk. Ja. Is dat zo? Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is, ja. Ja, en dan is het mijn ervaring dat de meeste sollicitanten ook het meest nerveus zijn nog voor het rollenspel. Omdat het interview natuurlijk wordt gezien als, nou ja, goed, daar hoef ik alleen maar vragen te beantwoorden en mezelf te zijn. En dat rollenspel, nou, dat wordt bekeken en er zit iemand bij en die beoordeelt dat. En maar de ervaring leert ook dat op het moment dat het rollenspel eenmaal aan de gang is, dat de spanning wegzakt. En ook juist voor het rollenspel is het heel erg belangrijk dat je jezelf blijft. Wat is het doel van het rollenspel? Het doel van het rollenspel is echt gewoon om een beeld te krijgen van hoe iemand in een bepaalde situatie reageert. En daarmee iets te kunnen zeggen over hoe iemand in elkaar zit. En probeer jij dan de kandidaat juist zo moeilijk mogelijk te maken? Of hoe ga jij daar als actrice in? Je wil eigenlijk dat een kandidaat de kans krijgt om alle goede kanten van hem of haarzelf te laten zien. En dat is waar je als acteur dan vooral mee bezig bent. Door zelf bepaald gedrag aan te bieden.
waarmee je de kandidaat of de sollicitant vervolgens in staat stelt om te laten zien hoe goed hij of zij daar mee om kan gaan of daarop reageert. En je krijgt dan van tevoren een casus, hè? Daar kun je op voorbereiden. Ja. Nou heb ik nu mijn politieuniform aan, maar volgens mij is het zo dat je nooit als politieagent je hebt nooit de rol van politieagent in het rollenspel, klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben er heel bewust voor gekozen om eigenlijk alle rollenspellen die we hebben buiten een politiesetting te schrijven. Omdat het risico anders bestaat dat de sollicitant een bepaald beeld heeft over een politieagent. En dat ook gaat neerzetten. En dat is juist niet wat we willen. We willen niet zien hoe mensen zelf tegen politieagenten aankijken, maar juist hoe ze zelf in elkaar zitten. Dus vandaar dat we het rollenspel inderdaad altijd in een hele dagelijkse situatie zetten. Ja. Ja. Kan je hierop voorbereiden? Nee, ik zou zeggen eigenlijk niet. Nee, volgens mij is het het fijnst, werkt het prettigst als je zo onbevangen mogelijk aan zo'n rollenspel begint. Ja, voorkennis in dat opzicht is vaak alleen maar een belasting. Omdat je nooit weet of die voorkennis wel heel erg betrouwbaar is. Iedereen ervaart zo'n rollenspel op een andere manier. Dus heb je vrienden of familie die het al een keer gedaan hebben en zeggen, oh, ik weet precies wat je moet doen. Dat is toch altijd een beetje risicovol. Dus mijn advies zou echt zijn, sluit je daar zoveel mogelijk voor af. Kom zo onbevangen mogelijk dat rollenspel in en ben echt gewoon helemaal jezelf. En zijn er dan daarbinnen ook dingen die je eigenlijk juist niet moet doen? Valkuilen, wat je wel ziet gebeuren, waarvan je denkt, oh, dat is zo zonde, had het nou niet op die manier gedaan? Binnen een rollenspel bedoel je? Ja. Kijk, het belangrijkste is dat mensen gewoon zichzelf zijn. En wat een grote valkuil is, is dat mensen een toneelstuk gaan opvoeren. Of gaan reageren op een manier waarvan zij denken dat wij dat willen zien. Want heel vaak weten de sollicitanten helemaal niet wat wij willen zien. En als je dan een verkeerde insteek kiest, ja, dan ben je gewoon hoe dan ook de sjaak. Dus dat is een grote valkuil. Dat zou ik echt iedereen afraden. Ja. Ja. En er gaan wel eens van die schimmige geluiden dat de rollenspeler er eigenlijk alleen op uit is om het je zo moeilijk mogelijk te maken. Om het vuur aan je schenen te leggen. Ja. Is dat zo? Nee, dat is natuurlijk niet het doel. Dat is niet het primaire doel. We zetten ons gedrag heel specifiek in om dus de kandidaat eigenlijk te laten schitteren, om het maar even zo te zeggen. Zodat hij of zij kan laten zien wat hij in huis heeft. En dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt van zo'n rollenspel. En dan is het niet, dan is het soms wel, dan word je soms wel in een lastige situatie gezet. Maar dat is juist om de kandidaat de gelegenheid te geven om te laten zien van kijk, zo ga ik hiermee om en dit zijn mijn krachtige punten of mijn sterke eigenschappen, die kan ik nu inzetten. En nou ja, op die manier krijgen ze de gelegenheid om dat te laten zien. Zullen we eens een stukje gaan proberen? Is goed. Het is voor mij alweer, ik durf het bijna niet te zeggen, 13 jaar geleden dat ik solliciteerde bij de politie en dit rollenspel moest doen. We gaan jou in deze podcast natuurlijk niet een heel rollenspel laten zien. Ook omdat er verschillende casussen zijn en er worden allerlei verschillende emoties getoond in dat rollenspel. Dus dat zal elke keer ook een beetje anders zijn. Maar om je een beeld te geven, het volgende. Mevrouw, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Sorry. Nou, dan ben je zomaar heel erg ver in dit hele traject. Want dan heb je ook het rollenspel en het gesprek met de psycholoog met positief resultaat afgerond. Krijg jij ook inzage in wat de psycholoog allemaal heeft opgeschreven? Absoluut niet. Nee. Het gesprek tussen de psycholoog en tussen de kandidaat is echt heel vertrouwelijk. 100% vertrouwelijk. Ja, absoluut. Ja. En dan? Zijn wij heel blij, want dan betekent het dat we eigenlijk de intentie hebben om een kandidaat aan te stellen. En na dat proces, dan mogen wij de kandidaten aanmelden voor de medische keuring en voor de screening. En dat zijn eigenlijk de twee laatste onderdelen.
Wauw. Ja. Dus dan ben je echt al... dan ben je heel ver. Ja. Dan ben je heel ver, ja. Ja, en het kan natuurlijk ook zo zijn dat een kandidaat afvalt bij de psycholoog. En dat is dan heel vervelend. Vaak balen. Sommige kandidaten redden het op één puntje niet. Ja, als je het net hebt gered, ja, dan zit je echt... dan heb je het van hakken over de sloot. Dus één puntje minder, ja, dan ben je eigenlijk gewoon echt niet door. Ja. Dan heb je niet voldoende scoren. En dan... ja, is dat, dan willen wij natuurlijk ook altijd even de kandidaat spreken, hoe ze het hebben ervaren. Of ze zich ook herkennen, dat is ook heel belangrijk, hè, want sommige kandidaten zijn het er gewoon niet mee eens. En wat wij ook altijd dan aangeven, is dat ze een nazorggesprek kunnen aanvragen bij de psycholoog. Om toch nog heel even het gesprek te hebben met de psycholoog, zodat ze kunnen uitleggen waarom. Dat helpt kandidaten. Nou ja, het is dan ook zo dat je een jaar niet meer kunt solliciteren, helaas. Maar is het dan ook zo dat op het moment dat je het niet haalt in dit traject, dat het dan is, joh, de groeten en succes met de rest van je leven, de politie zie je nooit meer terug? Of zijn er wel andere manieren om opnieuw te solliciteren? Hou je bijvoorbeeld nog contact? Adviseer je mensen om opnieuw die alert aan te zetten? Van, hey, als je raad kan, dan hebben we je er weer graag bij. Ja. Doe jij iets om mensen toch te proberen te behouden? Ja. Ja, dat is wel wat we proberen. We willen natuurlijk in contact blijven staan met die kandidaat. Want uiteindelijk heeft de kandidaat interesse getoond. Dus ze wilden naar de politie. En dan hoop je natuurlijk dat ze dat een jaar later nog steeds willen. Ja. Dus dat contact probeer je echt te onderhouden. En dan daarna moet je naar de medische keuring. Ja. Dat kan ook best spannend zijn, denk ik. Ja, dat kan best spannend zijn. Het is namelijk natuurlijk wel de bedoeling dat je gewoon lichamelijk in orde bent. In orde bent. De medische keuring, daar krijgen ze een uitnodiging voor. Dan kunnen ze zich inloggen op een website. En dan kunnen ze zelf een datum kiezen. Dan moeten ze allemaal vragenlijsten invullen. Nou, alle informatie, ze worden eigenlijk gekeurd door een onafhankelijke instantie. Die informatie blijft daar natuurlijk ook. Die komt niet deze kant op. We horen uiteindelijk alleen maar of je positief door de keuring heen bent. En dan wordt de screening ook aangevraagd. Dus dat gaat lopen. Nou, het screeningsproces, dat duurt altijd wel even. Dat is vaak het langste onderdeel waar mensen op moeten wachten. Want uiteindelijk houden we ongeveer 6 weken aan dat je wel binnen 6 weken ongeveer gescreend moet zijn. Maar dat duurt even. 6 weken is dan lang. Als de rest is, gaat vrij vlot namelijk. Ja. En ook daarbij heb ik een bezoekje gebracht aan Amsterdam. Bij het FIC, de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Dat is een onderdeel van de politie. En die houden zich onder andere bezig met dat betrouwbaarheidsonderzoek. Dus gaan eens even kijken wat de collega daar te vertellen heeft. Nou, heel benieuwd. En wat ik er ook nog even bij wil melden, want als je ook daar goed op wil voorbereiden, ga even naar op onze website, www.kombijdepolitie.nl. Ook voor de medische keuring en voor de screening. Het zijn hele leuke filmpjes om precies te laten zien wat je te wachten staat. Nou, welkom bij het FIC hier in de eenheid Amsterdam. Wij doen integriteitsonderzoeken, veiligheidsonderzoeken en we behandelen de klachten van burgers. En nu zijn we hier voor de veiligheidsonderzoeken en dan specifiek de betrouwbaarheidsonderzoeken. Is dat een antecedentenonderzoek of is dat iets anders? Even een kleine aanvulling vanuit de studio, want we hebben het hier over het antecedentenonderzoek. En ik kan me zo maar voorstellen dat je geen idee hebt waar we het op dit moment over hebben. Vandaar een klein stukje context. En het antecedentenonderzoek is eigenlijk niks meer dan een onderzoek naar je verleden. Er wordt dan gekeken in de systemen of je strafbare feiten of misdrijven hebt begaan en op wat voor manier je voorkomt in de systemen. Dat maakt er een onderdeel van uit. Dus dat is een onderdeel van het hele betrouwbaarheidsonderzoek. En een klein gedeelte daarvan is het antecedentenonderzoek. Oké. Okay. En hoe gaat dat betrouwbaarheidsonderzoek in zijn werk? Nou, als eerste krijg je, als je alle fases doorlopen hebt, en nou ja, dan krijg je een intentie tot aanstelling. En dan kom je in aanmerking voor een betrouwbaarheidsonderzoek. Daarvoor moet je een heel formulier invullen. Dat is een behoorlijk groot en lang formulier. Dat heet het OPG. Dat is de opgave persoonsgegevens. Daar moet je heel veel over jezelf invullen. En ook een deel van je financiën moet je daarin invullen. En aan de hand daarvan gaan collega's hier al onder andere naslagen doen in de politiesystemen en in open bronnen. Om te kijken van wat er van jou bekend is. En dus ook je antecedenten. Daarna gaan ze met je in gesprek. Dat duurt ongeveer, ja, dat wisselt een beetje tussen de 2 à 3 uur. En dat is gewoon een open gesprek. En dat gaat aan de hand van een aantal punten die daarin doorlopen worden. En daar kunnen dus eventueel de antecedenten, als je die hebt, aan bod komen. Dat gesprek is best heel spannend, denk ja. ik. Komen daar dan 2 men in black-achtige mensen die je daar helemaal komen doorzagen? Of nou, gelukkig in zijn werk? Nee, gelukkig niet. Je komt gewoon naar het politiebureau. Meestal is het op het politiebureau. Dat spreek je af wat in de buurt is.
en wat handig is qua locatie. En dan kom je op gesprek bij één collega van het FIC. En dat is gewoon een heel rustig, open gesprek. En daarmee loop je die punten door. Dat duurt dus, wat ik al zei, 2 tot 3 uur. In sommige gevallen kan het ook wel eens bij je thuis plaatsvinden. En dat is als dat handiger is. Bijvoorbeeld als je voor je financiën veel papieren moet hebben. Dan is het makkelijker om dat dan thuis te doen, bijvoorbeeld. En hoe gaat dat gesprek in grote lijnen? Het zal natuurlijk altijd een beetje anders zijn en afhankelijk van wie jullie voor je hebben. Ja. Maar wat kan je daarover vertellen? Nou, eigenlijk wordt ook je hele levensloop doorgenomen. Dus wie ben je? Hoe ben je opgegroeid? Wat zijn je financiële situaties? Hoe is je thuissituatie? Misschien ben je al getrouwd of heb je al kinderen? Dat kan soms ook het geval zijn. Dus dat wordt eigenlijk gewoon helemaal doorlopen. En er wordt dan vooral gekeken of er kwetsbaarheden in zitten voor de politieorganisatie. Dus wat zou jou kwetsbaar kunnen maken of minder betrouwbaar voor de organisatie? En is het dan zo dat je maar beter alles kan vertellen? Zeker. Ja? Dat is ook wat we vragen. En dat is ook echt de intentie van het gesprek, is dat je open, eerlijk en transparant bent. Wat je ook wel eens merkt is dat mensen denken, oh god, ik heb een antecedent en nu kan ik niet solliciteren bij de politie. Dat is echt onzin. Iedere casus wordt apart gebogen. Dus mocht je een antecedent hebben, dan wordt er gekeken naar de omstandigheden, wordt het ook met je besproken. En na dat hele gesprek, als dat klaar is, wordt daar door de medewerker van het FIC een rapport van opgemaakt. En er is een andere medewerker van het FIC die dat dan gaat beoordelen en gaat kijken, wat hebben we hier nu? Wat hebben we ontdekt uit de registraties binnen de politie of de open bronnen? En komt er een positief of een negatief advies? Heb je ook tips voor kandidaten die toe zijn aan dit onderdeel van het selectietraject? Nou, zeker. Het is goed om van tevoren ook de beroepscode, die krijg je toegestuurd, om die goed door te nemen en je daar al goed van bewust te zijn. Zo staat er bijvoorbeeld in, als politiemedewerker gebruik je geen drugs. En daar zijn al best wel wat punten in waar je dus voor jezelf al kan weten van oké, dit wordt er dus van me verwacht en wat je al meteen ook in de praktijk kan brengen. Als nou dat rapport is opgemaakt en jullie hebben allemaal informatie, ook heel persoonlijke informatie. Zeker. Wat gebeurt er dan vervolgens mee? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat is een hele goede vraag, want voor mensen die bij ons komen is dat soms best wel heftig om zulke persoonlijke dingen te vertellen. Het is een vertrouwelijk gesprek. Het wordt ook niet opgeslagen in de standaard politiesystemen. Dus als je gecontroleerd wordt bij een verkeerscontrole bijvoorbeeld, komen dat soort gegevens er niet uit. Die worden hier apart bij het FIC opgeslagen en daar kunnen andere mensen dan van het FIC kunnen daar niet bij. Merk je nou ook wel eens dat er bij bepaalde kandidaten misvattingen zijn of aannames die jij graag weg wil nemen? Nou, dus wat je wel eens merkt is dat mensen denken van goh, we komen bij de politie, dat het een soort verhoor gaat worden. En dat is absoluut niet aan de orde. Het is echt gewoon een open gesprek tussen twee mensen. En dat gaat heel gemoedelijk en is in alle rust. Dan komt er een moment dat jullie onderzoek hebben gedaan. Het besluit wordt opgemaakt. Ja. Is dat dan een soort groen licht of rood licht? Of hoe gaat het dan in zijn werk? Ja, eigenlijk wel. Als je een positief advies krijgt, dan krijg je ook een brief, een verklaring van een positief advies van je betrouwbaarheidsonderzoek. En een rood licht, zeg maar wat jij zegt, dat is een negatief advies. En dan kan je inderdaad niet bij de politie. En daar is wel een bezwaarsmogelijkheid voor. Oké, dus je zou nog daartegen in beroep kunnen gaan. Zeker. Ja, zeker. Ja. En er zijn ongetwijfeld kandidaten die zoiets hebben. Ja, ik heb wel eens wat uitgespookt. Ik heb een keer ecstasy gebruikt op een festivalletje, maar dat wil ik nooit meer doen. Of ik ben een keer aangehouden geweest. En ik heb. Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar die het solliciteren moeilijk zouden kunnen maken. Ja. Is het zo dat er gewoon criteria zijn van dit wel, dit niet? Of ligt het altijd wat genuanceerder? Het ligt zeker genuanceerder. Dus we kijken vaak ook heel erg naar de context waarin in iets is gebeurd. Waarbij je wel een aantal dingen die natuurlijk gewoon niet passen bij een politiemedewerker. Maar over het algemeen, ook als je een antecedent hebt, afhankelijk van de ernst daarvan, zou je gewoon kunnen solliciteren bij de politie. En kijken we en wegen we, en dat komt ook daarom in het gesprek naar voren. Daarom is het altijd goed om je goed voor te bereiden op zo'n gesprek. En juist eerlijk en open te zijn. Want dan kunnen we de omstandigheden daarin meenemen. Los van het lezen van de beroepscode, zijn er nog andere dingen die je zelf kan doen om je goed voor te bereiden op dit gesprek? Het belangrijkste is eigenlijk al voor het gesprek dat je het OPG-formulier, de opgave persoonsgegevens, rustig doorneemt en goed leest en de vragen goed beantwoordt.
Dat moet je zeker niet gehaast doen, want het is een belangrijk formulier wat je ook naar waarheid moet opvullen of invullen. Dus dat is echt een tip. Neem daar de tijd voor. Het hoeft niet binnen een dag weer teruggestuurd te zijn. Liever dat je daar even rustig voor gaat zitten. En dan is ook de laatste horde met het betrouwbaarheidsonderzoek afgerond. Hopelijk met positief resultaat. En dan staat volgens mij niks meer in de weg. Nee, niks meer. En dat betekent dat we je gaan aanstellen. Voor het instroommoment dat we dan met jou hebben besproken. En wat heel erg leuk is ook voor nieuwe studenten. Het is ook wel fijn om soort van veilig te landen binnen de politie. Hè, dat je gewoon een goed gevoel hebt, een mooie start hebt. En daarvoor organiseren wij ook introductiedagen in de Kuip. Dat is natuurlijk een mooie locatie. Ja, in de eenheid Rotterdam is dat trouwens. In de eenheid Rotterdam, ja. Natuurlijk. En volgens mij heeft elke eenheid wel zo zijn eigen manieren om die introductie vorm te geven. Ja, ja. Maar wij doen het in de Kuip. Binnen de eenheid Rotterdam is het inderdaad in de Kuip. Het is ook een mooie locatie om dat te doen. En daar leer je ook echt je leerteam kennen. Want uiteindelijk ga je dus in leerteams werken van 8 studenten. En daar leer je dus ook echt de politieacademie kennen, je contactpersonen en vanuit de praktijk. Ja. En wanneer houdt jouw werk dan eigenlijk op? Wanneer trek jij je handen ervan af en wat gebeurt er dan daarna? Dat is dit moment. Dan gaan we eigenlijk de kandidaten overdragen aan de politieacademie. Ja. En dan houdt ons werk op. En natuurlijk hopen wij natuurlijk ook altijd wel bij de beëdiging te zijn. Want dat is natuurlijk een supermooi moment en dat is echt de afsluiter. Heb jij over het hele traject nog bepaalde tips, aandachtspunten, dingen waarvan je zegt, jongens, doe dit nou alsjeblieft wel of doe dit nou alsjeblieft niet? Dat vind ik wel een mooie vraag. Want ik vind het altijd heel erg belangrijk dat je je goed voorbereidt. Dat je weet waar je aan begint. Dat je weet wat de politie inhoudt. En wat we wel doen, is we geven natuurlijk best wel veel voorlichtingen. Dat zijn mooie dagen om naartoe te gaan. Daar kun je ook voor inschrijven op onze website. Daarnaast heb ik ook wel iets verteld over onze ambassadeurs. We staan vaak op evenementen, op veiligheidsdagen, maar ook bij scholen. Ga even een praatje maken. Of ga een praatje maken met een agent. Hè, of iemand die in het werk zit, echt in het vak zit. Die je daar meer over kan vertellen. Wat ook altijd heel erg leuk is om te melden, is dat onze ambassadeurs, die hebben QR-codes, die kun je scannen om je gelijk in te schrijven. Maar goed, je kan ook zo van een kaartje krijgen, zo heet een blue ticket. Dan hebben we in ieder geval echt wel het gevoel van, jij past wel bij de politie. Dat zien wij wel zitten. We hebben een hele leuke wervingsbus. We hebben ook zelfs een escape-bus. Dus we doen echt heel veel aan werving om het interesse in ieder geval te wekken. Om toch eens even een kijkje binnen een kijkje te nemen. Dus dat zou ik echt aanraden. Zie je onze collega's staan, loop er even naartoe. Ja, alles om maar zoveel mogelijk personeel binnen te trekken. Ja. Want we hebben iedereen hard nodig. Hè? We hebben iedereen hard nodig. En mensen die buiten zijn, hè, de mensen in het vak, die kunnen je alles erover vertellen. En dan zijn ze altijd toe bereid. Nou, je hoort het. Eigenlijk wordt er heel erg veel aan gedaan om jou bij de politie te krijgen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het een fantastische baan is. Soms met pittige tijden, soms met heftige incidenten. Maar wel het mooiste vak wat er is. En je weet ook niet wat het je vervolgens brengt. Hè? Je start bij een basisteam, maar je kan alle kanten op. En dat vind ik zo fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een podcast zou maken voor de politie. Dat is echt hartstikke leuk. En ik ben ook blij dat je er zo op inzet dat we diverse club mensen nodig hebben. Ja. Of je nou man, vrouw of anders identificeert, waar je etnische roots ook liggen. Ook juist als je zoiets hebt van de politie is veel te wit en niet divers genoeg. Kom helpen dan. We hebben je geprobeerd mee te nemen in de hele chronologie van het intakeproces. En daar zit eigenlijk nog een stuk achter wat... Ja, uiteindelijk zeg jij van ja, voor mij stopt het nu. Maar ik vind dat het moment dat je beëdigd wordt, is toch eigenlijk het moment dat je echt mag zeggen, nu ben ik. Absoluut. Nu zit ik bij de club. En daar hebben we ook nog iemand voor bereid gevonden om daar nog wat over te zeggen. Ik ben Fred Westerbeke en ik ben politiechef van de eenheid Rotterdam. Een eenheid waar ongeveer 6.500 collega's werken. En waar wij uiteraard een grote behoefte hebben aan nieuwe collega's die prachtige opleiding gaan volgen. De nieuwe collega's die starten bij de politieacademie en die bij ons gaan werken, worden als eerste bij ons welkom geheten in de beëdiging. Welkom heten, bij voorkeur in aanwezigheid van je familie en van je vrienden. Het is een belangrijke stap in je loopbaan, in je leven, om die stap te hebben gezet, om in dat uniform ten dienste van de samenleving te gaan werken. En dat moment willen we echt markeren. En we markeren dat
door jullie welkom te heten, maar ook door het afnemen van de eed of de belofte. De ambtseed of de ambtsbelofte. En daarin beloof je trouw aan de wetten van ons land en daarin zeg je toe dat je alles zal gaan doen wat nodig is om die samenleving te gaan dienen. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. En ik haal in dat soort beëdigingen altijd aan wat voor waarden en normen binnen onze eenheid bij de nationale politie als geheel gelden. En wat dat van je gaat vragen. En het feit dat als je eenmaal voor dit vak kiest, dat dat niet iets is wat je alleen maar doet als je het uniform aan hebt. Maar dat je dat 24/7, ieder moment van de dag bent. Want als je eenmaal politieman of vrouw, politiecollega bent, dan ben je dat ieder moment van de dag. En tijdens de beëdiging sta ik ook stil bij de kansen die je kan gaan krijgen. In dit mooie vak, bij deze mooie organisatie, waar heel veel opties in de toekomst zijn en waar je je prachtig kan ontwikkelen. En dat doet mij ook altijd zelf terugdenken aan mijn eerste beëdiging, die ik hier in de stad Rotterdam heb afgelegd, samen met mijn familie. Dat moment, dat vergeet je eigenlijk nooit. Want die stap in dat uniform is een bijzondere. En wij sluiten deze beëdiging natuurlijk dan af met felicitaties. Felicitaties aan jullie en bloemen. En een gesprek met ouders en familie om dit markante moment, namelijk dat je de keuze hebt gemaakt om dit uniform te gaan dragen en de samenleving te gaan dienen, om daar met elkaar nog even bij stil te staan. En als jij die stap ook wil zetten, dan nodig ik je van harte uit om te solliciteren. Om te solliciteren voor de nationale politie. En de stap te zetten om dit prachtige vak te gaan uitoefenen. Want we kunnen jullie heel goed gebruiken. Tot zover deze uitgebreide aflevering van Boeiend. En ik hoop dat je er ontzettend veel aan hebt gehad. Ik denk dat het heel erg fijn is om eventjes echt een recruiter over het hele traject te horen praten. En ik hoop dat we alle vragen, voor zover die er nog waren, weg hebben kunnen nemen. Mochten er toch nog vragen zijn, Elvira, waar zijn jullie te vinden? Ja, wij zijn in ieder geval te vinden op onze website. Dus word agent en dan ga je eigenlijk naar onze eigen vacature. Als je hem even daaronder scrolt, zie je altijd een van de collega's van de recruiters er staan met contactgegevens. Dus die kan je natuurlijk altijd benaderen. Daarnaast kun je ook altijd bij info@kombijdepolitie.nl kun je je vraag stellen. Dat is eigenlijk onze front office. Maar benader ons, hè. Daar zijn wij voor. En nogmaals, www.kombijdepolitie.nl, word agent. En als die niet open staat, maak een alert aan. Hè. Dan kun je altijd zien, of krijg je een melding, wanneer de vacature open gaat. Ja. Dus solliciteren. En dan aan de bak, let's go. Zo is dat. Hey Elvira, hartstikke bedankt voor jouw tijd en je uitgebreide uitleg. Dankjewel dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ja, superleuk. Altijd welkom. En jij hartstikke bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken op Apple Podcast, op Spotify of als je wil kijken op YouTube. Dus we zien elkaar over 2 weken in de volgende aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explo van het AT gaan.